Hartelijk goedemiddag, live video Kamphuis Makelaars. Vandaag doe ik het maar eens andersom. Ik begin met de voordeur. En dit is je uitzicht. Je zit op de hoek. Beekluslaan, Jacob van Kamperstraat. We gaan huis nummer 13 bekijken. Even de deur dicht. Zo, buiten kom ik natuurlijk uitgebreid terug hè, straks. Hoekwoning. Alles erop en eraan. Helemaal nieuw. Elektra, keuken, badkamer, cv. Helemaal aangepakt. En dat betekent heel eenvoudig. Dat je eigenlijk alleen maar je verhuisdoos hoeft uit te pakken. En dan kun je erin. Hoe mooi is dat? Ondertussen weet je het. De live video is de start van de verkoop. En deze mensen hebben ons gevraagd de verkoop op te starten. En dan weet je het. Dan beginnen we met de live video zoals nu. En via de trap maar eens even door naar zolder. Ondertussen is de woning op funda gezet. Zijn de foto's gemaakt. Platte gronden ingemeten. En kun je gelijk een beeld krijgen van het totaal. En bij deze nodig ik je van harte uit om een keer met mij, met Paul of met Sander te komen kijken. En dat kan op een van de kijkdagen. Ondertussen loop ik op de zolder. Via de tweede vaste trap ben ik daar gekomen. De wasmachine, de droger, plekken staan daar. CV-ketel. Ja, je ziet het hè. Alles strak afgewerkt, kap nageïsoleerd. Dan kom je nou een keer kijken. Dan gaan we je daar natuurlijk van alles over vertellen. Maar voor nu heb je al een beeld hoe goed de woning is afgewerkt. Slaapkamer aan de voorkant. Overal dubbel glas. Dat tref je in het hele huis. Dus dat hoef je allemaal niet meer te doen. Zoals ik je zei, hè, elektra is allemaal vernieuwd. Nieuwe badkamer erin. Goeie douche. Netjes en strak betegeld. Radiatoren allemaal vervangen. Spakwerk op de wanden en de plafonds. En 3 slaapkamers op de verdieping. Waarvan dit de grootste is. En met die goede zolderkamer die je als logeerkamer gebruikt, heb je ruimte te over. Het leuke is, je hebt een hoekwoning. Je kunt je auto op je eigen trein kwijt, dat ga ik je zo meteen laten zien. Je hebt een goede tuin. En een lekker lichthuis, hè. Hier begon ik, daar stond ik net in de voordeur. En liet ik je het uitzicht zien aan de voorkant. Met het toilet hier. De trapkast onder de trap, voor als je ruzie hebt of de spullen die niemand mag zien. Maar kom je een keer met ons kijken, gaan we je dat natuurlijk wel laten zien. En dit is je woonkamer, hè? Doorzon zoals dat zo mooi heet. Mooi raam aan de zijkant, veel licht. Er zit een rolluik voor, ik heb hem half open gedaan. En dan zie je al hoe mooi licht je nieuwe kamer is. De keuken hier. Daar zit alles op, aan en in. Kom je nou een keer met mij, met Paul of met Sander kijken. We gaan de kasten natuurlijk voor je open. Dan krijg je nog veel meer te zien. Nou ja, wat maakt dit huis leuk? Bijvoorbeeld dit. Je achtertuin. Overkapping zit hier. Ik heb de doorloop naar het steegje even open gedaan. Ik loop graag met je mee. En van hieruit zo rechtsaf, langs de biobakken. Dit is je schuur, die sla ik voor nu even over. Langs de biobakken. Kijk, en hier kun je auto parkeren. En ik zei al, hè, je hebt een hoek. En dit is jouw hoek. Voorzieningen op een steenworp. Openbaar vervoer, scholen, winkels. Daar het winkelcentrum aan het eind van de Beekluslaan linksaf. Nou, de plek is bekend. Dit is hem. Jouw nieuwe huis. Van harte uitgenodigd om eens met ons te komen kijken. Voor nu. Via de achterkant weer terug.
En als je nou denkt, ja Thijs, ik wil hem zien, bel ons gewoon, hè. We zijn je hartstikke graag van dienst. Dan gaan we kijken. Dat kan deze week, dat kan naar de Pinksteren. Kijk, en hier kun je mooi je eigen auto kwijt. Op precies eigen terrein. En zo kom ik weer in de achtertuin. Kijk, en dit is de achterkant van je nieuwe huis. De laatste blik in de keuken. Zodat je hem ook van deze kant even ziet. Ik wens je een super toffe dag. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Heel graag tot ziens.